Sergio Akimboto. Sergio Akimboto, goedemiddag, welkom, welkom, welkom. Hai, goedemiddag, meneer Limburg. Hara is Riepjes om Orokros B. Goedemiddag, meneer Limburg. Goedemiddag. Cliff, man, Cliff, meneer Limburg. Ja. Hoe heb je vrij? Wie wil Sergio een beetje gelijk met de deur in huis? Ja, ja, ja. Er zijn vele mensen, jouw partij is NDP, toch? Ja. Je bent weliswaar niet zo actief zoals daarvoor. Nee. Maar die ben je actief. Dan ben je aan Boomfurusma, en ik zeg Boomfurusma, maar mensen in en buiten de NDP. Ja. Is dat om een lezing, meer is maar met een opmerking dat een man die zien naar toekomstige leider in Nakodre. Ja. Met dat hier, en een loomier, zeker niet, je hebt zeker ook vader gehoord. Hier, want toen lees je, maar. Maar hoe komt het zo? Maar dat jouw soort rust is toeka, gestudeerde man, Jano Soboto. Ja. En haar rust zij stralen uit. Vertel me wat meer. Je militair, no? Militair, ja. Nou, mijn broer, ik ben een gelovig mens. Uh-huh. En ik denk dat ik dat na het talent gaf als ik dat doe. En dat komt tot uiting en dat kan mens, kunnen mensen zien. Ja, maar wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan na een abribi dat is alles maar abi van deze man heeft de potentie? Nou kijk, het is belangrijk om te weten op de eerste plaats. Mm-hmm. Maar voor jou als persoon, je moet ook in staat zijn om het te doen. Kijk mensen, wat zijn mijn collega's de afgelopen periode in Libië, jaren in Libië. Maar ik zoek altijd sang deno ab in de altijd in jou. Dat is nou wang, maar ook toe. Mensen kunnen zichzelf makkelijk met jou identificeren. En de meisje dan, no, Sami we kan doen, maar het kan doen. Of Sami no kan doen, maar het kan doen. En het is belangrijk om dat te weten. Maar voor jezelf als mens, in vorm, je schrijft door dat pressie. Dat het is niet zo dat alles is maar fini dan in jouw potekie. Ik zei dat ik bribi maak met bribi en gado. En met bribi aantrek zijn, proces aantrek zijn, gado abinang aan mijn libi. Dat ook tot uiting van de zo. Nee, ben nog jong. Ja, relatief, ja. Dus je hebt genoeg tijd. Ja, ja. Hoe oud bent u? Ik ben 44. Jong weet je, man? Ja, redelijk. Ik kan wachten hoe je zit, hè. 50 jaar niet te camera. Zou kunnen. Ja, toch? Zou kunnen, zou kunnen. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, ja. Maar Fengos Reef, ik moet je feliciteren hoor, met dat van de baas van Total die hier was. Mm-hmm. Een persconferentie zou horen, oké, FID. Stel wat toe, maar teleur, ik wil graag ook je mening daarover. Maar dat maar FID, hoe denk dat inderdaad? De man Bonkatori, dat komt, dat vrouw uiteindelijk horen we pas in het najaar van 2024. En Sergio Akimboto is thuis in deze hele wereld, want hij was minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Ja. En ik wil zijn mening. We hebben al een keer erover gesproken, weet je wel. Ja, dat klopt, dat klopt. Niet eens zo lang terug. Mm. Maar met deze ontwikkelingen, deze laatste ontwikkelingen. Ja. Nou kijk, vanaf het begin, ligt samen met Taki Cliff, als dat nou een belangrijk is, het is reden genoeg voor ons als land om blij mee te zijn, hoe je het keer of draait. Nou, een positieve ontwikkeling, Suriname wordt in beeld gebracht, Suriname wordt op de kaart gezet. Sowieso, het moet komen, is een kwestie van tijd. Net zei Taki, mij ook te ben, denk ik dat nog een taal nu samen met Chakong, niet om schofferend te zijn naar die man toe, maar... Ik bedoel, zo'n bericht zou je het in een e-mail kunnen sturen, speciaal naar Suriname te komen om te komen zeggen, aan te kondigen wanneer die FID gaat komen. Wij willen weten hoe het gaat komen. Maar het is een complex traject, een aantal facetten, want Ammonia zou helemaal investeren, $9 miljard. Je wil toch zo dichtbij mogelijk zekerheid zijn dat die gaat over tot uitvoering van het project. Dus ik denk dat het daarmee allemaal te maken heeft. En natuurlijk politiek strategische overwegingen zitten er ook bij. Die keuzes die de mannen, prioriteiten die de mannen stellen. De mannen lukken van prijzen stappen grond op de ontwikkeling in de regio. Het heeft een heleboel facetten die of aspecten waarmee je rekening moet houden voordat je tot zo'n besluit komt. Maar belangrijk is dat het zal komen. Otingao Kong is een beetje duidelijk voor ons als land. Die hele show eromheen, dat begrijp ik natuurlijk, is positief nieuws. Dus iedereen gaat daar uit een slag willen slaan. Maar wat belangrijk is, en dat is ook mijn mening,
Ik denk dat de directeur van Staatsolie het heeft opgemerkt van ja, het gaat om je beleid en ik ga om die oliedollars en alles wat allemaal gaat gebeuren. Hoe ga je dat geld duurzaam inzetten? Hoe ga je dat geld gebruiken voor de ontwikkeling van het land? En daar is daarvoor waar we allemaal moeten gaan nadenken en gaan stressen en ervoor zorg dragen dat het goed terechtkomt. Want Sanjepsa, anjunso fa anjunsje tjasso lezi, I guess like te ubiki pompo olie da alasrana ma ko gudu dira. Maar no true. Het is niet waar. Zij die betrokken zijn direct in die sector, die diensten en service gaan leveren, de mensen die gaan werken daar, die maar te vieren dieren. Maar het totale samenleving, de samenleving die niet direct betrokken is, zal het moeten hebben van de faciliteiten die gecreëerd gaan worden, toegankelijkheid van onderwijs, goede faciliteiten, goede gezondheidszorg. Dat zijn die dingen die je eerst gaat ervaren. En natuurlijk wanneer die randvoorwaarden zijn, dan ben je in staat als bevolking ook te produceren en te verdienen. Het is niet zo dat iedereen cashgeld in hun zak gaat krijgen wanneer er de productie op gang komt. En dat moet goed worden vertaald naar die samenleving toe. Maar de regeringsrevie, of regeringsexponenten, ik denk maar afvier die dat. Ja, omdat nou mooi is, nou als je staat en dan met dat toch politiek schuld ook is, moet je onafgevaren als buurland, if je de klachten zei, ik zeg, Guyana is al een paar jaren bezig. Er wordt een flink olie gepompt uit de bodem daar. Maar a verwachting staat helemaal bij alles mooi in een saga. Een vertekend beeld. En natuurlijk zijn er voorzieningen, AOV op die kinderbijslag op dat een aantal sanitie, maar je nog vier in de saga direct. Ja. Het is een proces, het is een traject. Het maar gaat het uiteindelijk om vieren in Isaka? Of zijn er andere dingen die eerst in place gebracht moeten worden? En daarover heb ik het. Er zijn een aantal dingen die in place gebracht moeten worden, zodat die samenleving op lang termijn duurzaam ervan kan genieten. En dat moet uitgelegd worden aan die samenleving. Dus de bevolking op profiteert voor Asani DC. En vaal profiteert ving, en dat moet goed worden uitgelegd. Werkgelegenheid, local content, diensten en service, goederen en diensten die geleverd zullen worden. Dat de overheid ook is monino voor de instaat, voor bouwmorenboom, schorrelokaal, voor de instaat, voor Greta onderwijs op, voor bouwschorrelokaal, en voorziening en een airco, want we zien van alweer ingedragen is de DDC. Voor bouwmoren ziekenhuis, voor dat behouden op personeel, ziekenhuispersoneel, voor zorgen dat de ontwikkeling komt en dat de mensen ervan kunnen profiteren op lang termijn. We investeren morgen in het onderwijssysteem. Maar dat zeg ik, dat is één deel. Want we hebben het niet zo lezen. We hebben de bauxietsector hier honderden jaren gehad. We hebben tientallen jaren in de goudindustrie. Nu gaat aardolie komen. Dus money is een probleem eigenlijk. Een probleem naar hoe zetten wij de revenues, de verdiensten uit die sectoren in om dit land te ontwikkelen. Dat is waar we ons druk moeten maken. En daarvoor moet het volk de leiders kiezen die daartoe in staat zullen zijn om het te doen. Is dit de laatste kans voor Suriname? Nou, ik heb het zeggen dat er is. Alleen is er een kans gekomen, maar dit is nou een biggie one. Deze gaat een significante invloed hebben op die verdere ontwikkeling van het land, want deze inkomsten zijn significant, zal heel veel impact hebben. Eigenlijk, als het ware, ons een van onze grootste resources, relevante resources die we hebben, die gaan we in ontwikkeling brengen. Mm-hmm. Ik geloof nog steeds in de potentie van Suriname op andere soorten grondstoffen die we hebben, die we nog niet zelf hebben onderzocht. Maar dit is een van de grote waarmee we zeker die inhaalslag moeten maken van de afgelopen jaren. Je zegt als het misgaat, hoe kan het misgaan? Beleid. Er zijn voorbeelden staat in de wereld waarbij landen die heel veel olie uit de grond pompen, toch wel de bevolking zeer armoedig bestaan. Wat doen ze verkeerd? Nou, leiderschap, keuzes maken, beleidskeuzes maken, corruptie. Investeringen die niet worden gedaan. Zijn dingen waar we niet last van hebben? Dat die last van hebben, ja. Dus dan een uitdaging. Dat hebben wij als land daar last van. Dus we hebben wat last van, maar dat last van hoeft niet dan. Dus het probleem kan komen horen, Biggie. En dat is een realistisch beeld. Het is niet pessimistisch kijken naar de situatie, maar het zijn feiten die we hebben. Het geloof ik zeg één ding. Onze samenleving, we merken aan we houden vast nog steeds aan oude dingen. Een samenleving ontwikkelt langzaam. Dus er komen steeds nieuwe uitdagingen bij. Maar de Oroan Unelusse, simpel voorbeeld, moet ik toepassen voorbeeld. Want we zijn een Oroan krantenartikel. Ik denk, ik zag het, maar ik vind het niet meer.
een paar maanden terug. Maar toen dacht ik, kijk, dit vraagstuk was al in 1996 aan de orde. Ja, ja. Uitgebreid in een krant, als schrijf je. En de meeste dingen als je in die oude krant gaat. Een soort herhaling, een breken door tegen fysieke cirkel. Een ander ding ook, en dat is een heel plat voorbeeld om mensen te laten begrijpen. Meestal is die ding, de mij gebruik ding, de video's voor je af 1 en 1 en 3. Dat de mij rekenen dat ik nou helder geest die man bij Abdi, maar bij Sida Sani. Maar het heeft te maken om 1 en 1, de man beleggen maatschappelijke vraagstukken aan de orde op een komische wijze. Ja, ja, ja. Dat wil zeggen, TUC, want Sansa weer gebruikt die de ET. Dat is wat ik 10 jaar terug. Dat is een vraagstuk bij de ET. Ja, maar weet je wel, bij de man bestond dat man. Een coalitie vormen. Itak gadesiga kondre disi. Ala yuruta ages de kuklem. De amazing opportunity kon jubala. Maar wat als, en we kloppen het natuurlijk af, wat als dit heel gas en oil ding, wat kon dat oil? Dit heel ding met oil, wat als het in het water valt? welke andere zegen hebben we? Kijk, als land, water. We hebben natuur. We hebben zoveel mineralen die zeker nog onderzoek waard zijn. Waarvan de wereld naar uitkijkt. Maar ik denk zeker, san kan je voelen of verval moren varen in situatie. We moeten investeren in ons onderwijssysteem, Cliff. Desnoods om ik gewoon wet dat de komende 10, 20, 15, 35 jaren. Dat dit een traject zou wakken aan onderwijs. En als we moest wijzig dat je. Dan moest ik ook wet goed bakken. En als een minister kon. Aan een horing naar Assan. Dat die bijna omsloot. Maar bijna eigenlijk. Voor dat voorwaarde. Die een governor voor een centrale bank. Voor zo strak een poten. Omdat mijn brief dat ik naar dat. Naar Assan. Zaka broko in. Education you follow. Investeer in het onderwijs. Waardeer dus maar voor onderwijs. Een basis vanaf een basis. En dat doe je op om op een gegeven moment teelde uitgeput voor de grondstoffen. Dus dat hebben we mensenkennis, we hebben ervaren, we hebben deskundigen opgeleid die we kunnen exporteren. We hebben deskundigen opgeleid die andere business kunnen creëren in het land. We hebben mensen opgeleid die dingen kunnen ontwerpen. We hebben mensen opgeleid die allerlei andere dingen kunnen doen dan alleen die grondstoffen waarop we nu gevolgd zijn, die allemaal opraken op een dag. Dus inderdaad, terecht te concern en om begin denk je de Tory die snow voor de komende periode. En om wacht je door minder is even voor zo denk je denk. Ja, maar om terug te komen op het Tory Sobetaki van FID. Ja. Een van de commentatoren, ik weet dat het Ram Charan is uit Nederland, Ashwin. Ja, ja, ja. Ken je toch? Ja. Vaak. Die zei van, je denkt toch dat die mannen, je denkt toch niet dat die mannen gek zijn. Die mannen weten welke regering we hebben, soort signatuur en waarmee we worstelen en dat gedoe met corruptie en weet ik veel. Dus daarom. Dus ergens heb ik dat gevoel gehad. Alleen heb ik geen bewijzen van die mannen. De meisjes smart, die mannen pleas aan koning. Ergens heb ik wel gevoel dat de mannen die leas aan een soort facieren. Want dat zijn helemaal vertragen aan een soort facie. Omdat misschien leek de man sabi aan de jakba. En misschien heb ik gevoel dat de man is zeker dat de man moest move. Maar de mannen wachten toe, de mannen lukken. Zijn op zo'n manier spelers. Welke kant gaat het op? Om te besluiten om verder te spelen. Dat sowieso de man de baka olie. De man belangrijke olie. Maar de man nu aan spijt toe. En wat Tori samen beheert tussen de neus en lippen door dat hij. Want Tori bepleit ook toe dat hij van deze kant, van onze kant uit. Halverwege op een heronderhandel over de voorwaarden in een contract. Waar een paar bedrijven absoluut tegen waren. Wat ook onbehoorlijk is. Je kan niet tijdens een voetbalwedstrijd. Want je kan niet kijken naar een spelregel tijdens een play. Maar ook vanuit die andere kant van die bedrijven. De man bij Wan Duku toe. Voor kijken bepaalde zijn in een overeenkomst. Dat zijn we play toe. Maar ik denk dat die. Ik heb de bewijzen daarvoor niet. Maar ik bedoel. Logischerwijs. Vast van de mij gedragen. Ik denk dat de mij delen zijn. Tien zo twee jaar. De man zijn boom boom. Bas aan dat. Maar de mij play. Tien politiek. Naar zijn niet toe. Is dat een mening voor jou
aan de vooravond van zo'n groot ding over aanleiding van Kondre? Wel, die beoordeling ga je op basis doen van de afgelopen periode. Ik denk dat op de eerste plaats dat die hele van mijn verwoording. Kelo politiek allemaal is ook of kwam de macht voor regeer voor Tiroa Kondre. En met de beste bedoeling voor Tiara Kondre gaan afvissen. Maar op een gegeven moment, afvissen van de man in last passie, dan bijna je praxie dat je kies afvieren dat je een plan nog bij de echt. Een plan nog bij de echt, afvissen van de man Tiara Waka. Zoveel dingen waarvan je zelf afvraagt van, hey, normaal, ik dacht dat mijn regeringstijd het slecht had gedaan. Ik wist net het slechte dat dat zou kunnen zijn. Er is geen gebruik gemaakt vanuit die startpositie van welke situatie we terecht was gekomen, waar we gekomen als land om van daaruit verder te ontwikkelen. Steeds verwijten naar de vorige regering, maar nog ergere en grovere fouten maken, dat staat niet. Kijk, een gevaarlijk ding, die etnische polarisatie van de samenleving, die scheidslijn nu vandaag de dag, boy, ik heb het nooit eerder zo meegemaakt voor de jonge jaren samen die naar Condredici. Het is meer dan van tevoren. Ik denk dat is één ding dat we wel de heer Bouterse moeten geven waarvoor hij zich sterk heeft gemaakt. Wat het nu is, het is vreselijk. Maar tegelijkertijd ook dat hij wantoepogingen Mickey, maar Mino denkt dat hij altijd ding in de slagstelling moest Mickey naar de juiste wang voor kan corrigeren aan hem. Het is toch wel een somber beeld. Het is toch een somber beeld. En toch zijn er nog steeds mensen die vinden van de NDP heeft Santokki dat land op een dienblad gegeven. Want je denkt toch niet, zei een man aan mij bij een stevige borrel. Dat is door jou aan Sani, Isabi. Ja. En hij maakt dat droomen man, terwijl mij takkie dan abschiedingen. Hij maakt dat de waarheid. De waarheid, ja. Bij de borrel aan man takkie, je denkt toch niet dat Chan Soumar daar is gaan zitten. Je denkt toch niet dat Chan zomaar 20 heeft gehaald? Nee. Nou, kijk, ik denk dat Oesaba propaganda zou voeren, antipropaganda zou voeren, maar wat tegelijkertijd, en het is ook terecht aangegeven dat NDP regering voor gezorgd ja, door een slecht beleid, en dan volgt Fusranang dat de man stabiel wel. De man wijst hij af, de man moest wijzen af en je vieren in het systeem tegen. En dat is ook wat iets dat we verder moeten gaan ontwikkelen in ons land. Surinamers weten heel goed tegen te stemmen. De man is stem die voor was aan is en dat die ontwikkeling moet nog op gang komen. En terecht als die opmerking wordt gemaakt waarbij inderdaad ja, een bepaalde propaganda gericht gevoerd is om de bevolking zo ver te krijgen. En ik denk dat mensen spelen in op, politici spelen in op sentimenten van die samenleving. En dan zijn allemaal beklagen dat ja, de man verteert leed en de man tegen zijn van hier. En op basis daarvan, je mij beïnvloedt met je keuze. Atorief Trump ook toe. Donald Trump had ook een paar opmerkingen gemaakt, jaren terug, over de Amerikanen. Uiteindelijk heeft hij precies gedaan wat hij moest doen om president te worden van Amerika. Dus dat is wat politici altijd gaan doen. Je kan die mannen niet kwalijk nemen. Jij moet ervoor zorgen dat je je zaken in orde hebt en ervoor zorgen dragen dat je het een betere beurt maakt. Ja. Wat gaat Sergio Akinboto nog doen? Nou, waar hou jij je nu mee bezig? Nou, ik kom je bent niet meer, je bent niet zo actief? Nee, niet heel erg actief. Of maar zijn kom met Luko, met Lisi, met volg. Natuurlijk in de samenleving. En ik bedoel, je hebt gediend in het land. Maar ik kom voornamelijk bezig nu met ondernemen, want op chin business, power want to jongeren voor ondernemen, weet je, doe aan de nanga money nu. Maar ook parapolitiek. Ja, maar look het op afstand. Ik kijk op afstand, ik heb er altijd belangstelling voor. Ik voel me geroepen om een bijdrage te leveren aan dit land. Voor zover ik dat in staat zal zijn. Dus adoro dat no tapo. Ik vind het leuk en daarnaast, ik vind dat die ik wel in staat ben om die bijdrage te leveren dat nodig is om dit land te ontwikkelen. Een comeback van Akinboto is zo goed als zeker? Nou, is niet uitgesloten. Het is niet uitgesloten, maar we hebben geen haast. Ik heb geen haast daarmee. Er zijn andere manieren om een bijdrage kan leveren, effectief een bijdrage kan leveren. Daar gaat het om.
Als het voor de time being betekent dat ik iemand anders even moet ondersteunen om het werk te doen, kan ik het ook doen. Gimme a kondre moest draaien, Cliff. Kom je terug onder een paarse paraplu? Of zijn er andere kleuren waar je dus nu belangstelling voor hebt? Nou, ik praat rond met iedereen. Na Turbisum, elkaar kun je maar ruimte met Arki, met Taki. Bij mij gaat het om, die organisatie moet een goede maatschappijvisie hebben, een sabbat samenleving, die een ontwikkelingsvisie hebben, goed duidelijk hebben hoe die pilaren in die samenleving in elkaar zitten. Dus het is niet zo zeker dat Akin Boto is paars. Ik ben paars vanwege Stinsansa met Karigi en een kleur met een partijprogramma, met een partijvisie, met een partijideologie. En vooralsnog spreek ik dat het meest aan. Ja, ja. Ja. Oké, maar wat wil je nog doen als jongeman van 44 jaar? Nou, zo. Ga je aan je partij zeggen van, ik wil wel op een lijst, want ik wil meer, ik wil groeien, ik wil werken, ik wil een bijdrage leveren. Kijk, op een lijst staan, ik heb al twee keer op een lijst gestaan, uiteindelijk ben ik naar het parlement. Ik weet net dat nu de prioriteit is. Waarom niet in het parlement? De eerste keer was het, ik was er echt in begonnen bij Grasalco. Ik heb een aanhang, dus maar ik zit daar, we hebben iemand nodig om op te stemmen. Doe mee, we stemmen op het hier. Maar je lijkt mij inderdaad niet aan de beter. Ja. Is niet een ding, hè? No. A tweede lees, ik ga naar het parlement, maar in een fiery, weet je, je gaat op een woroko, met een lode schoen. Serieus, no? Dat was 2020, no? 2020, de laatste keer, ja. Ben je toen gekozen? Ben ik verkozen. En kijk, en natuurlijk, ik sta boven voor ons, maar ik me kwalijk dat ik nog in een sani. En, weet je, ik kan niet meer koeien, ik kan niet meer leren en dergelijke, maar ik heb meer actie, man. Ik loop doe resultaten recht werken. Het lijkt gangbaar te zijn in die politiek, maar aan de andere kant lijkt het ook op misleiding, hoor. Ja. Wanneer mensen op een lijst gaan, dan gaat men voor je kiezen en dan word je minister. Maar dat is de realiteit waarin we leven. Kijk, wanneer het als realiteit, dan moeten we het veranderen. Kijk, als een man bijvoorbeeld goed is om minister, je hebt al als partij van, hey, deze man wordt mijn minister van Onderwijs. Ja. Begrijp je? Ja. Want hij heeft, zeg maar wat, noem een partij met een Famaning. Ik zeg op Star Nieuws, schrijft hij artikelen nu. Wie? Ivan Fernald. Ja, ja, ja. Als de NPS bijvoorbeeld zegt Ivan Fernald, je weet al, Ivan Fernald, als we binnenkomen, wordt die man mijn minister van Onderwijs. Ja. Zet hem dan niet op de lijst. Ja. Maar weet je wat dat ding is? Als een draagvlak, een politieke contactje voor volwassenheid voor naar ontwikkeling. Het heeft daarmee te maken. De man ook toe, want je tak ietsje aanhang. Je hebt mensen achter je, je hebt een bepaalde draagvlak. Dus je moet op een lijst voor haar, de smakong, hoe stem want de man wat nu graag op een lijst. Maar dat is eigenlijk toch, is die fase van die politieke ontwikkeling waarin we zitten. Maar terechte opmerking, I agree, totally agree with you, dat je, if you subtak you know, go in een parlement, nog op een kandidaat lijst om daarna minister te worden. Maar dat te maken heeft, nou, kijk, en if you not doing ook toe, heb je mensen die niet gaan komen stemmen, want ik moet het op een lijst. Begrijp je me? En dat zijn de politieke realiteit, de maatschappij waarin we leven. Je bent niet eens met al die dingen, maar het werkt voor nu totdat je daarin verandering brengt. Totdat je daarin verandering brengt. Ja. En die samenleving is in ontwikkeling en dat is aan de keuze die je met je zo lezen. Want het betekent maar ook te simpel, Sani, bijvoorbeeld. I don't like it, maar voor Gizma trui, naar pet en dergelijke. Maar nog giew een pet aan trui, ik ga mijn familie nog. Dat is je of dat is mijn stem, ik kan daar heel straks nog stem giew. Serieus? Die dingen die gebeuren nog. Dat hebben die mensen enorm achterstaan. Ja, dat gebeurt nog. Het is de realiteit. Het is de realiteit. You don't have to like it, you don't have to eens naar je. Maar het gebeurt. Ik zit juist om die dingen af te schaffen. Ja. Nee, ook toe. Kom met een inhoudelijke programma. Kom me zeggen hoe je die maatschappelijke vraagstuk gaat oplossen. En daadwerkelijk meetbaar, concreet aangeven wat je gaat doen. En wang, gebakken lukt, Sani. Weet je, tak, ay, dit gaan we doen, maar niks niet kunnen van terecht. Maar onder dat PET, if je nog haalt, dit ding. Ja. Okay. En dat is mijn stem uiteindelijk. Oké, maar om terug te komen op die vraag. Ja. Wat wil Sergio Akiboto doen? Wil je minister worden na verloop van tijd? Denk je dat je verplicht bent dat te worden? Ja, nee. Ik klink misschien gek verplicht. wil je hoger dan dat? Wil je terug naar een parastataal bedrijf?
Nou, kijk, als je in een land leeft, je participeert aan de politieke activiteiten, moet je altijd ambitie hebben. Mm. Whatever het is dat ik moet doen, ik moet in staat zijn om die functie te ambiëren en dat naar behoren het werk te doen. Dus dat is open. Dat is open. Ik ga niet zeggen dat concreet naar dit nummer moet doen. Give me anything waar ik een bijdrage leveren. Ik heb wel aangegeven van Isabi, Timmy, met qua keuze bakken in politiek, wil ik het wel voor het zeggen hebben. En mijn stem moest tel ook toe, Timmy, tak na dat we doen ook toe. Weet je, we zijn geen jongeren meer dat je idee naar organisatie, je hebt je mening, maar uiteindelijk, het laatste woord naar een traggroep en dan moet je uitvoeren en noem maar op. Ik wil het natuurlijk wel voor het zeggen hebben. En dat doesn't matter als het op een ministerie is, whatever is. En als het ook is dat ik vanuit de andere plek, maatschappelijke plek, die bijdrage moet leveren. Wat doe je, Cliff? Wat doe je om liever een bijdrage van onder ontwikkelen? Ik heb eigenlijk die vraag van mij eerder gesteld. Op een gedekte manier gesteld. Maar ik kan me niet inhouden. Ik ga die vraag gewoon openlijk nu stellen. Ja. Omdat... en eigenlijk moet je wel appier, hè, gewoon in privé om je te vragen. Omdat ik gewoon vind van, het moet je niet aangaan. Ik bedoel, als het moment daar is, dan maakt de persoon het bekend. Maar nu in deze bagarnatorie zit je als gast, dus dan mag ik die vraag stellen. Ja. We zijn niet in privé met elkaar bezig. Maar ik hoor al geruime tijd dat je verregaande afspraken hebt met de NPS. Nee, dat is niet zo. Ik heb gesprekken gevoerd met NPS, een paar keren. Maar er is nu gekomen tot een afspraak dat ik die office af zou maken. Net als ik met andere partijen gesprek heb gevoerd. En ze stimuleert me voor Stella vraag. Ja, ja. Omdat in die live iemand een opmerking maakte. Een lijkt wel een onschuldige opmerking. Ja. Maar blijkbaar is hij heeft die opmerking te maken met wat ik allemaal ook vernomen heb. Ja, ja. Emily Zengi. In die live zegt iemand, Sergio Akimboto, de zoon van D.C. Boudersen. Mm-hmm. En dan was Maria hier gelijk eronder, hier man. Ja, straks zoon van Gregory Rusland. Dat is een slechts aanboren. Ik ben door een markie, tak. Laat me die vraag zo. Ik ben door een markie, tak. En dat kan je niet openen. Want als ik achteraf hoor, dat zo is, ga ik je kwalijk niet. Ik snap je wel eerlijk, jong boy, toch? Ja. Ik ben door een markie, tak. Bijna iemand die kan besluiten dat hey, ik wat NPS. Dus onder door dat punt dat u tak openlijk en inderdaad, u voer gesprekken. Ik hoef niet te zeggen hoe we allemaal bij waren, maar de top van NPS, u takkie. Mm-hmm. En ik heb aangegeven omdat het heeft een interessant verhaal, me legde maar uit takkie. Eigenlijk, if me ben met die 21 jaar door me ben met een sma in Grunjari, adit amigo dape, zou ik lid zijn van NPS. Ik ben daar eerst gegaan. Maar ik heb niemand ontmoet om mijn partijprogramma toe te reiken. Mm-hmm. Dan pas die me tegen wat ik meer. Dat is naar Paul Lang, naar Latour. Wat ik bedoel dat middelbaar was. Ik denk dat ik actief in politiek wil. Maar dat is serieus. Dat is een machara, statuut kogi machara, ander reglement kogi machara, document kogi partijprogramma. Bij NBS. Ik had, er was niemand daar om het te overhandigen. Oké. Dus, en mijn moeder was NP. Huis. Ik was NDP. Mijn man was NPS altijd. Ik ben ondersteuning boy naar NDP, maar mijn moeder was altijd een beste. Ja. Ja, mijn moeder mm-hmm. was ook altijd. Ik vroeg me ook af wat is dat van die vrouw. Ja. Mijn man bij Didegi NPS. Ja. Mijn man bij Groen tot het bot. Ja. En toch had ze in de kamer waar ze sliep een groene foto van Bout. Oh. De Bout is. Want nu mijn billen, mama. Ah, ja. Ik heb het begrepen, hoor. Ja. Maar daar heb ik ook stemmen. Stemmen NPS. Ah, dat ja. Mensen dat zeggen. Ja. Oké, maar wat heeft gemaakt dat je 21 jaar terug eerst naar de NPS bent gegaan? Ik liep rond. Ik ben naar SPA gegaan. Ik ben naar NPS geweest. Ik zocht naar een partijprogramma. Welke me zou aanspreken om die keuze te maken. Serieus? Denk je dat er nu nog jongeren zijn, want ik vind het prachtig, jongeren die naar een partijprogramma zoeken. Ja. Dus je kijkt niet naar een leider. Ik heb eerst naar een partijprogramma gevraagd. Mijn zussen waren allemaal NDP, mijn oudere zussen. Maar nooit meer automatisch in de stand. Altijd propaganda, die man bestemt volgens mij. Daar ging ik mee. Ja. Maar nu heb ik automatisch een keuze.
Ik heb toen naar het partijprogramma gekeken en ik zag van, nou, die staan die pijlers, die sprak aan hoe de partij georganiseerd is, de structuren in die samenleving, min of meer, zomaar, en die okay, peren. Maar oké, dat is 21 jaar terug. Ja. Maar wat heeft gemaakt dat na die 21 jaar Sergio weer gesprekken is gaan voeren met de NPS? Maar ik eventjes die stap terug heb gemaakt. NPS heeft me uitgenodigd voor hem te praten. Ik had, laat me zeggen, ik had heel goed contact met Diana Pukki. Maar Diana altijd ook aan Gitori. Okay. Ja, heel goed contact. Ik ga niet op mijn stoel zitten. Nee, maar Diana altijd. Ik was aan de EZR. Wat denk je hiervan? Hoe zie je het? Wat denk je? Ja, hoe kan dat? We hebben de ABOP altijd op het takkie. Hé, broer, wat denk je? Zo was aan mijn doen. Meteen dat looken, zo. We zijn nap tegenover elkaar. En ik kan een lees noemen hoe Takwan San voor zeven naar podium. Maar nooit, moet ik kost die aan, nooit die aan met Takwan San negatief over me. Altijd hoe we bij verstand houden van EU. Uiteindelijk vechten we voor ons district. En daar gaat het om. Laten we followers en heet aan de dag leggen. Maar ben je na die 21 jaar teruggegaan om de gesprekken te voeren met de NPS? Omdat je van mening bent van de NDP zegt dit op papier. Maar in de praktijk zie ik het niet. Onder andere moet ik eerlijk toegeven. De afgelopen periode. En dat is, mama zegt mijn mening. En te meten dat ik vind dat mijn broek apart is. Ik ben gewoon eerlijk. Ja, sommige mensen. Maar dat mag niet uit. Het gaat erom van. Ik kan schrijven, ik kan tegen jou de beste visieontwikkeling is van dit land. Hoe lees het dan? Ik kan niet meer overdrijven. Het past, het is gewoon. Het is goed doordacht. Goed uit te werken. Maar uitvoering, en niet alles hoor, niet op alle vlakken. Er zijn dingen, ze omgeven toe, zijn afgelopen jaren zijn die pikjes kan schoonen, maar boom. Maar hoe allemaal, dat is ook toe dat een pissie van financieel paragraaf, altijd een keer een systeem. Dat is nou om leren toch dat je eerst volgende lezing van omrichten in, zodat je kan overkomlouden te voer uit nu. En die ontwikkelingen moeten op gang worden gebracht in de organisatie. Om Lucoser even zelfreflectie en keuzes maken. Hoor ik je zeggen dat de mannen gelijk hebben. De vraag is dat je een belangrijke vraag hebt. Ja. Hoor ik je zeggen dat het verwijt zijn. De man is slinger go alle jaren naar EDFU NDP. Van wanneer ze aan de macht komen financieel. Maken ze er een potje van. En dan moeten anderen het komen opruimen. Ik denk dat het enthousiasme is naar want kijk, de eerste periode van die twee perioden die geweest zijn, de recente periode, had te maken met heel veel willen doen voor die samenleving. Weet je, invulling geven aan een sociaal beleid dat er ontbrak. Maar belangrijk is om te kijken wanneer je sociale paragraaf wil invullen, zorg er wel voor dat er een inkomsten is en dan dat we daartussenin ook wel te maken gaat met een crisis. Sang bing de tjara inkomsten voor Akondere got op een laag putje omdat toe afhankelijk van die grondstoffen en de wereldmarktprijs. Dat heeft zeker wel invloed gehad. Maar er zijn een paar dingen die veel beter hadden gekund. Keuzes die veel beter hadden gekund. En geen enkele regering doet het perfect. Maar om leer je uit een fout en corrigeer ook toe. Heb je met gevochten OCR daarover? Ik had altijd mijn mening van 1 minuut. Eens die ze in als minister, als directeur Grasalco. Boos weggelopen. Nou, aan de mij gaat het dat moe, wat ga ik weer boos, maar ik ga mijn mening geven dat mij de eens hierover. En ik kom dat mij nog perfect ook toe. Maar mij is niet mijn fout met de kortkomingen, maar ik van Sander dan zijn mij de eens. Hij gaat het altijd zeggen. Ik ga het altijd zeggen. Dat moet je. Hoe is het mijn financiën, sabi? Maar het altijd hoe kiezen, maar ik vind dat nog... Afvallen, hoor, dat is nog boem. Mijn looken zo, check, statuten, taxo, cohoren, zo, dat kunnen we dat coveren. Altijd, maar dat moet ja, maar zo weten het. Ja. Oké. Nu, die timing. Je hebt gesprekken met NPS gevoerd. Ja. Maar vind je ook een NPS-story zo kreeg? Nee, maar sabi dan. Nee, want nu is Pocky bij NPS toch. En je zegt, wat ik niet wist. Die taki, jonge Pocky na Sting. Jullie zijn er nog niet uit bij de NPS, dat gesprek. Die gesprekken zijn niet meer gaande. Oh, ze zijn niet meer gaande? Oké. Samsung? Nee, gewoon. Ik zei van, ik heb nog tijd nodig. Ik heb nog tijd nodig om een besluit te nemen hierover. Want de comeback in politiek nu moet niet iets zijn van die sensatie. Even dat van, ja, zijn ze gestrand of zijn ze gewoon afgeblazen?
Nou, ja, wat moet ik ervan zeggen? Wel, nou, is dat. Hier en daar heb je zo'n uitnodiging voor een activiteit. Ze hebben een lezing, ik krijg een uitnodiging daarvoor. En als het relevant genoeg is, dan mogen we arkie. Maar wist de NDP dat je dus bezig was met de NPS? Nou, ik heb vanaf het begin gezegd dat ik met iedereen praat. Mm. Ik heb gezegd, iedereen nodigt me uit om te praten. Ik luister. Oké, heel interessant. Ik praat met Sergio Akimboto, die ons hier het een en ander vertelt. Maar, kan ik zeggen dat het zo goed als zeker is, Sergio, dat je bij de komende verkiezingen in 2025 wel, misschien weet je nog niet waar, maar je gaat wel op een lijst staan. Nou, niet per se. Ik ga wel ondersteuning geven. Maar wie nog niet? Wie? Ja, ik ga wel ondersteuning geven, maar het hoeft niet per se op een kandidaat te lijst. Maar wie je ondersteuning gaat geven? Nee, ik ben nog niet helemaal uit. Ja, emotioneel is. Ja, oké, okay, dat is nog niet duidelijk. Ja, ah, ik ben links van de NDP en ik ga het correct doen. Is dat weer met Dina, dat systeem NDP is maar minder actief. Niet. Ja, en niet dat een andere politieke partij me zodanig bezig houdt dat ik daarom niet actief ben, maar ik ben bezig met mijn eigen dingen. Ja. Een beetje ondernemen. Ja, je denkt dat een eigen partij? Nou, kijk, ideeën komen, maar je weet wat, hoe we lopen met kleine partijen. Hoe dat bij de samenleving? De samenleving van Suriname. Kijk, ik weet niet als er pas een alternatief gaan aandienen, dat ze dan die keuze gaan maken. Maar twee dingen spelen: het budget voor een eigen partij weer zichtbaar zijn. Het is niet een klein beetje geld, 1-2. Zeker wel ook wel. Je kiezers vallen met dat nieuwe ding met kiesstelsel en weet je, ik weet niet hoe we daaruit komen. Wat zijn de vragen? Zijn al die vraagstukken al beantwoord met dat met betrekking naartoe? DRRR leden. Laat me even kijken, hoor. Volgens mij no de. Laat me even piepen, volgens mij no de. Want we zijn even vergaderen in de hoogaande. Ja. Ik las dat vandaag, dus men daarover zou praten, wijziging. Ah, is een belangrijke vergadering. Met nog een paar maanden te gaan naar de verkiezing toe. Wacht. Ja. Kom nog even de man die live is daar. Diana. Ja, ze zijn nog live. 43 mensen kijken. Ai, soms dan? Die hebben de mensen kijken. Ik vind het jammer dat er weinig belangstelling is voor zo'n belangrijke vergadering. Maar na fase heb je dat dan? 43 smijlijken, zo'n belangrijke vergadering. Mijn idee was het vader is. Ik denk dat nou aan de Sansang om Morocco te gaan. We hebben één dat de verkiezingen worden georganiseerd. Natuurlijk, hier zijn dan een kiesstelsel, dat moeten regelen. Maar ook die belangstelling van die samenleving om te gaan stemmen. Zeer belangrijk. Maar Sergio, een belangrijk vraag Sami Abina. Juna, chief van binnenland. Ja. Ben je op een gegeven moment emotioneel geraakt van eigenlijk moet ik, zoals ik zo vaak mensen hoor zeggen van als binnenland broeder voel ik me geroepen om mijn schouders onder het werk te zetten en me te verenigen met binnenlandse politici toch? Abob, alle die partijen zijn die gericht op het binnenland om daarbij aansluiting te zoeken, zodat ik kan leveren mijn bijdrage. Nee, ik ben nog niet, ik ben niet overtuigd daarvan. Toen niet, en nu nog steeds niet. Omdat ik denk, het is belangrijk, en laat me dat goed formuleren. Het is belangrijk natuurlijk om je mensen te groeperen, om je mensen bijeen te brengen. Want als je die ene hebt opgevoren onder jouw mensen, kan je van daaruit bruggen bouwen naar de andere bevolkinggroepen. Maar ik ben nog steeds, ik geloof er nog altijd heilig in dat we voor die nation building moeten gaan in Suriname. We moeten zorg dragen dat die scheidlijnen zijn er. Die bevolkinggroepen hebben geërfd vanuit de kolonialiteit, de koloniale overheerser. Je gaat het niet 1, 2, 3 weghalen, het is een proces. Maar we moeten er bewust keuzes voor maken om ervoor zorg dragen dat die scheidlijnen komen weg te vallen. Het is natuurlijk zo dat de mensen van het binnenland vanwege infrastructuur, vanwege keuzes van regering, vanwege een aantal dingen een achterstand hebben ingelopen. Maar dat zet je niet automatisch in een slachtofferrol. Het moet je juist sterk maken om van daaruit die ontwikkeling gaan te brengen. En als er mensen zijn die zich willen groeperen om dat te doen,
fine with me, dat is oké okay with me. Maar hou het niet tot je groep alleen. Beperk niet tot je groep. Sla die brug uit. Want Suriname, ga je Suriname, je kan niet die Hindustan kunnen draaien. Die zijn er die Javanen, die zijn er de inheemse. We hebben elkaar nodig om het te doen. En dat snap ik het. Aan de ene kant, want je loopt dat ik praat vanuit mijn etnische groep. Dat die Hindustan het ook doet. Maar dat is wat we moeten overbruggen. Dat is die barrière waar we moeten doorbreken. Het proces, het traject is gestart. Onder Boutersen. In NDP had je ook nog wel die segmenten. Alleen was het onder één grote paraplu. Want nog steeds heb je, en dan moeten we eerlijk zijn, zet een niet-Maron in Broekepoonde om gekozen te worden. Maar dat stem gaan, man. Zet een Maron in Nikera om gekozen te worden. Al moeilijk voor de Makisa, man, die Hindustanen daar om te kiezen. Dus dat is een politieke realiteit dat we niet uit het oog moeten verliezen. Maar laten we bewust ons inzetten daartoe om die verandering te brengen. Laten we bewust werk van maken om te weten wat het de lang termijn, wat voor rendement het zal hebben. Maar we moeten niet die barrières steeds opwerpen en ervoor zorgen dat het daar is en dat blijft bestaan. We moeten die andere terecht kunnen wijzen eraf van, nou, meneer, denk je zo, om Borokas aan die zie. Ja. En dus, dat is mijn mening daarover. Wanneer heb je Boutersen voor het laatst gesproken? Niet zo lang geleden, maar denk ik, maand of zo. Dat je eventjes ontspannen. Dan weet je dat nog allemaal. Ik moet blijven praten. Gaat hij het erg vinden als je mag besluiten om naar de NPS te gaan? ik weet het niet. Minnesami. Je gaat teleurgesteld zijn. Ja. Hem kennende, oh, wens me succes. Maar zoals we altijd zeggen, Sergio is de zoon van DC. DC gaat teleurgesteld zijn. Ik moet. Nou ja. Ik ben niet feestdagen, meneer Akiboto. Tamara, je hebt meneer Rusland Jasso. Oh, interessant. Natuurlijk, Rusland kennende hoef ik niks te vragen. Je gaat niks loslaten. Ja. Maar goed, we gaan het toch proberen. Maar heb je een... Hoe zie je dit land? Droom je wel eens? Ja, heel vaak. Vraag me hoe je reed op een passie mee. Je neemt me kapheid. Denk je dat politieke partijen... wat jaar tegen via Pido aan die zin, maar ik weet niet echt in hoeverre het echt serieus was. Maar ik ga je zeggen, wanneer, en dat is mijn mening hoor, neem me niet kwalijk dat ik mijn mening zo drop in een interview. Meestal geef ik mijn mening als ik alleen zit, maar in een interview, kijk, een politieke partij die was het een seminar? Een conferentie? Vision 2030. Een congres georganiseerd, weet ik nog. President Boutersen is als politiek tegenstander, heeft hij het geopend. Ja. Een Vision 2030. We zijn nu 2023, 7 jaren verwijderd van 2030. En dan is het wel jammer dat juist zo'n partij er zo'n poespas van maakt. Hè? Zo'n pasquel maakt van het land en het beleid. Maar denk je niet dat eigenlijk politieke partijen verplicht zouden zijn om een traject te kunnen uitzetten voor het volk? Ja, soms vraag ik me af van, wat doen al de wetenschappelijke bureaus? Je moet toch aan de gemeenschap kunnen presenteren van, dit is ons denken. Ja, de tijd staat nooit stil. Uiteindelijk gaan we daar zijn in 2040. En misschien zullen sommigen van ons uit de boot gevallen zijn, Isabi. Maar dan nog, ook al zullen we er niet bij zijn, maar we moeten wel denken over 2040, waar we eigenlijk zullen staan. Zou de politieke partij niet verplicht zijn om dat is het. Dingen bijvoorbeeld, in plaats van massa-meeting en strooien met geld en dat soort Een massa-meeting dat je hoort, het is een fase die ze want dat is spreken aan samenleving nog aan. Maar ik denk dat wel, inderdaad, als je een kritische volk hebt die vragen stelt en kijkt naar deze zaken, dat je dan die politici zou dwingen om naar die richting te werken. Ik denk dat de NDP heeft het al. NDP heeft altijd een gedegen, goed uitgewerkt partijprogramma. Die Vision 2030 van de VHP heb ik toegejuicht toen dat initiatief aan ondernemen. Dacht, wauw, wat een toffe stap. Maar uiteindelijk is er weinig van terechtkomen. Wat er speelt, ik denk dat het gedeelte van afrekenen met politici die aan hun woord houden, dat veel meer naar duidelijk moet worden in de samenleving. 1, 2. Ik denk dat die apici voor
ontwikkeling van samenleving. En er zijn een paar kleine dingen die ons altijd mee tegenstaan. En horen tegen dat, waardoor we focussen op de bijzaak, dat we liever een hoofdzaak, we vergeten het traaien. Ik met zo'n apparaat. Apparaat voor nu, log, dramatisch ompakken aan. In een moeilijk apparaat. Voor overheid apparaat, in een rokonang. Dat is wat het om jouw idee over te brengen aan mensen, om mensen te krijgen om te rennen. Dus we zijn te veel afgeleid. De derde zijn is missie ook, toen zei je plekleef, is dat wanneer een regerende mag is gekomen, je kies power, is zo'n dapé. En dat zeg ik niet, kom je leggen aan die boel uit, want man, omdat ik ja, me verklaart dat man moest voeren dat ding. Weet je hoeveel tijd het neemt wanneer je bezig wilt houden met de geschiedenis? En ik zeg dat je geschiedenis moet kennen, je moet het vasthouden. Maar het neemt zoveel energie van je. Het laat je zoveel afgeleid zijn dat je vergeet welke kant je moet opgaan. Ik zeg één ding. Mie mag ik het keertje voor ons zeggen over Lam. Mensen die allemaal hebben gestolen en daar waarvoor we bewijs hebben en genoeg redenen hebben, we pakken hem aan, zoals de maat. Maar dat je te kwam hele periode, voor dikkie, voor zoeken en dergelijke. Wat je moet doen als leider, je moet zeggen, hey guys, vanaf nu, 1 januari 2025, wanneer iemand deze handeling nog pleegt, je voer aanbesteden in een klop, je dit zijn de consequenties, Gio. Die zijn de consequenties. Maar je voor de oren waar je staan te roeven. De oren waar je vervallen. Focus vanaf nu naar de toekomst. Allemaal zou tekenen nodig. Bijna, ik heb een straf voor zo'n speciaal corrupte politici. Maar die mensen naar ergens zeggen. Dat is bijzonder gerecht. Ja, die mensen naar ergens zeggen. En dat focus je vanaf die top. Niet alleen naar die man aan de benedenkant. Want altijd de chimang in fase. Begin naar top. Dat we maken afspraken. Zal ik samen zeggen, minister van Onderwijs. Als je minister van Onderwijs wil, dit zijn de voorwaarden. Het is een contract dat je tekent. Het is een wet. Je mag niet afwijken van deze wet. Deze zijn de targets die je moet halen voor de komende jaar. If you know haring, zijn de consequenties hieraan. Wil je die job weer aanvaarden? Ga je doen? Ja. Duidelijke afspraken. Evalueer om de zoveel tijd. Dan heb je tijd om de regering dan te zitten te kijken naar historie en mensen te verwijten en allerlei dingen doen. Nogmaals, kom je dat geen boom. Geen stand te roeven voor zaken die aangepakt kunnen worden. Ligt van de regering die zo'n bepaalde saniteit erachter gekomen. Im loco de sani sang foutja voor pak de aan. Maar je moet nieuwe afspraken, nieuwe lijnen zetten van vanaf nu gaan we mensen aanpakken binnen mijn eigen regering ook dat. Brother, if you voel aan sani. En het is gebeurd. Na sani stamp samen, dat kwam sani stamp moeten uit mijn idee. Na sani stamp zijn kroon tapo en sa wroko. Dat if we voeren vanaf nu, hey, dit is naar de sanctie, zou de consequenties geven. En dat is het. Die hebben zwakke instituten, sani het er niet op. En een van de dingen, en moet ik eerlijk, samen met mijn boendruk in akkoord op dit moment, is ja. Ik mis jou aan in verleden en ik dacht bij mezelf, hoe deel je hiermee? Kijk, wanneer individuen bezig zijn in een samenleving, dat in Span. Maar wanneer instituten worden gepolitiseerd en biased zijn, dan hebben we een significant probleem. Dan hebben we een gigantisch probleem. Want het zijn die instituten die altijd waarop je zou moeten terugvallen als burger, als individu, als samenleving, om je te beschermen. Maar wanneer sommige dingen, het mag nooit geschaad zijn. En ja. Ik heb bepaalde bewegingen gezien, samen actie, misschien een soort drugstory, een fout Mickey en die man is niet aangehouden. Terwijl je weet wat de procedures zijn, dat deze volgorde altijd hanteert en dergelijke. Ik zat er wel even stil mee en zeg van, hoe groot is de kans dat dit zo gebeurt in een specifieke case? En het is jammer en om doorbreking, die onpartijdigheid moet er altijd zijn. Het moet niet zo openlijk zijn dat er partijdigheid daar hoogtijd viert en dat er beslissingen worden genomen waarbij je zelf afvraagt van, hey, come on. Vind me lastig. Maar ik luister naar je en ik kijk naar jou. En je maakt een oprechte indruk. Als ik mij vergis, zal de toekomst. Maar dan op dit moment maak je een oprechte indruk. Nee. Integer. En dan denk ik, deze man is NDP. Dat heeft mij bij de NDP-leiding. Ik wil meer terug niet hier takkie wat je wilt doen. En dan denk ik dat jongen, maar heeft mij bij de leiding voor NDP. Zou ik er alles aan doen om deze man niet te laten lopen? Toch? Ja. Ik kan niet lopen.
En dan stel ik nu die vraag, wat, concreet, wat moet de NDP doen, wat zou de NDP moeten doen om Sergio aan boord te houden? Concreet. Ik denk, een van de dingen die, er zijn altijd afspraken gemaakt voor de verkiezingen. Ik zit al lang in de partij, als jongere voorzitter. Misschien aantal staan niet dat ik dan actief en in positie op de lijst ben gekomen te staan. Er worden afspraken gemaakt en we moeten afstappen en, om ons niet te houden aan afspraken. Een van de dingen dat ik ook, dat is een kort gesprek met de voorzitter, opgemerkt. En ik denk dat, ik zag dat er al beweging daartoe, stappen zijn ondernomen daartoe. Is het maken van een partij een soort van, een soort van een juiste woord. Maar waarbij je afspraken vastlegt van, dit zijn de afspraken, code of conduct voor de organisatie, voor de code partij. Code of conduct. Ja. Kind of code of conduct. Er is een oude reglement van de toen de tijd, maar concreet. Om die partij, hoe nu moet besluiten, wanneer we aan de macht zijn, en hoe nu moet besluiten wanneer we niet aan de macht zijn. Wat zijn de protocollen die we volgen voor een bepaald besluit? Wie zijn de mensen die betrokken moeten zijn om een bepaald besluit te nemen? En wat zijn de volgorde? Welke handelingen plegen we wanneer een minister van ons over verkeerd is geweest? Wat zijn stappen ondernemen concreet naar onze eigen mensen binnen de organisatie? Daar was dat niet, zijn voorzitter van partij Etaki, maar dan zijn schriftjes dat we allemaal agree. En dat kan je makkelijk uitvoeren. Het staat daar. Guys, dit zijn de afspraken die we gemaakt hebben. Kijk, je heeft nu gehouden alarm. Als we niet op dat punt komen, wordt dan pamper en natte vingerwerk. We moeten op dat punt komen waarbij we concreet binnen de organisatie die sturing geeft aan het land, afspraken zijn gemaakt en duidelijkheid zijn waarbij we maatregelen gaan treffen wanneer mensen iets heeft gedaan, maar waarbij we ook gaan belonen wanneer een minister of iemand goede prestatie heeft neergelegd, alhoewel het zijn taak en verantwoordelijkheid is om het werk te doen, maar ik heb Gamoa Big Up ook toe. Ik hoor ze nu eens bij de NDP zeggen van, begin je dat te schrijven? Ja, ik denk dat, als ik het goed heb, mevrouw Simons, en ik zag iets langskomen, een aanzet gegeven daartoe. Ja. Om dat vast te leggen van, dat om corrigeren. Wat moeten ze nog meer doen? Het tweede ding is dat, en ik denk dat ook wel, maar dat is een proces. Dat ligt feit dat je jongen maar bout is. Ik denk dat er heel veel bouters zijn dan NDP'ers. Ja, ik ben daar. Ik denk dat die visie van de partij, en er zijn een aantal keren trainingen verzorgd in de organisatie, iets wat ik ook heb bijgedragen en toejuich, dat ik ook heb ervaren. Ik ben getraind binnen NDP over de ideologie, de visie van de partij. Dat zeker wel weer aan de orde moet komen. Er is nooit een permanente scholinginstituut. Dat jonge mensen weten waarvoor ze in de partij komen en waar ze in de politiek stappen. Het idee van politiek stappen is om make money, om Kongudu. Dat moet weggewerkt worden. Het is om een bijdrage te leveren op de eerste plaats. Op dit moment zou ik jonge mensen stimuleren dat bouw je streepje op voor zie. Op een redelijk basis voor zich in politiek. Want als je echt de goede intentie hebt en wil gaan, moet je niet afhankelijk zijn van het politiek systeem alleen. Zonder een stukje ervaring, zonder een eigen huis, zonder een bepaalde inkomsten voor jezelf. Bouw op voor zijn. En als je toch doet dat de partijen opleidt in het maken van keuzes. Want politiek is oké, maar je kan niet tijdens politieke carrière zoveel willen vergaren zonder dat je daartoe de juiste dingen doet. Het kan. Je kan je netwerk gebruiken daarna om daarna te verdienen. Want je bouwt een netwerk op, je sabisma, dan kan je daarmee verdienen. Daar is niets mis mee. Ik denk dat een van de dingen is dat naar die jongeren, naar de jonge generatie, om te beseffen dat politiek, het gaat om het besturen van het land. Besluiten nemen over andere mensen, hun leven. Besluiten nemen over mensen, hun toekomst. Dat mensen vertrouwen je aan verantwoordelijkheid toe. En dat je er niet mee gaat grappen en jezelf zit te verrijken maar en niets doet voor het volle. De corruptie en mensengeld ga je nooit op nul brengen. Maar je kan het brengen tot beheersbare proportie. Ja. Door die regels en sancties scherp te stellen. En ervoor zorgen dat we op elkaar letten. Dat we die evenwicht houden erin om daadwerkelijk op de eerste plaats de keuzes te maken voor het land. Wie zie jij daar Bouderse? Wie zie jij naar Bouderse als de juiste persoon om de partij te leiden?
Zelf, als ik naar de NDP kijk, dat is mijn mening, dan zeg ik, als partij mag je nooit in een situatie terechtkomen, met een zoveel isami. En dat heeft twee kanten toch, want Bouterse is een apart soort mens. Toeveel naar dit. No doubt about it. Hij is daar, hij is charismatisch. Ja. Maar desondanks had dat nooit ertoe mogen leiden. Mm-hmm. Want Bouders is ook mens. Hij wordt niet jonger, hij wordt ook ouder. Ja. En is het ook met dat gedoe van 8 december en ja, dat ja, vonnis. Ja. Je kan eigenlijk als partij nooit in een situatie komen dat als hij komt weg te vallen dat Noah's man of Defte Gassaber. Mm-hmm. Of maar één. Simons, Adin. Ik hoor geen andere namen. Er is twijfelachtig als Akin Boto nog erbij blijft. Ja. Begrijp je? Mm-hmm. Betekent het dat eigenlijk de partij, want je praat over scholing. Ja. Want als je inderdaad had geschoold, had gevormd, had getraind, had klaargemaakt, dan had je een batterij aan mensen die het van Boutersen zouden kunnen overnemen. Ja. Toch? Mm-hmm. Heeft de partij op dat stuk gefaald? 1 en 2. Wie zie je dan als opvolger van Boudersen in die organisatie? Ja, de laatste vraag is natuurlijk moeilijk te beantwoorden. Zo, wie zie je als opvolger? Maar ik ben eens met u dat Tetak Apistor voor het voorbereiden van de successor, de opvolger van Boudersen. Dat is natuurlijk iets binnen de partij. De partij in C, in Oso de Masabi, Soma Ode. Maar ik denk dat wat zeker over heeft gespeeld. De laatste 10 jaren, voorbeeld aan de macht, die minder aandacht voor de politieke organisatie op zichzelf. Dat is aan dat part toe. Ik denk dat niemand zal moeten proberen om de NDP te leiden zoals Desi Bouters dat heeft gedaan. Ano Lucu, Ano Roko. Het is zijn wijze, het is zijn strategie geweest, zijn manier van leiden. En hoe dat zit. Ik denk dat wat belangrijk is, de partijstructuren daarover het best een keus zou kunnen maken van wie zien ze graag om die partij te leiden. En dan ga je natuurlijk moeten dealen met die aspecten zoals mensen gaan verwachtingen hebben. Ja, want de voorzitter heeft het zoveel jaren gedaan. Het gaat de eerste keer zijn dat een ander leider zal worden gekozen voor de NDP op dusdanige wijze. Dus het zal zeker zijn weerslag hebben op de organisatie, de groei van de organisatie. Natuurlijk die sentimenten binnen de organisatie, de verschillende groepen binnen de organisatie. Maar ik denk sowieso dat het een iets is vanuit die interne structuren dat bepaald moet worden. En zeker, absoluut ben ik eens mee dat die stem van de huidige voorzitter Boutersen daar heel veel invloed op zal hebben op de persoon die hij zal ondersteunen of aandragen om gekozen te worden tot de opvolger. Wie het wordt, dat kan ik niet zo. Wie heb jij graag? Nou, iemand die in ieder geval in staat is die verschillende zienswijzen binnen de organisatie, de bestaande structuren, het bestaan wat is geëtaleerd aan natievorming, want dat is een van de sterke kanten van de partij, dat in stand te houden. Dat het zelf meer gaan, maar mijn profiel schat van iemand die in staat moet zijn om die dingen te doen. En los van al die dingen. Dus er moet zeker zowel een profiel schat worden gemaakt en de kandidaten worden voorgedragen om de keuze te maken. Een opvolger aanwijzen, het kan werken, het zou kunnen werken. Maar in deze fase, gezien de ontwikkeling van het land, gezien de ontwikkeling in de wereld, zou het beter zijn als er een profiel schat wordt gemaakt en dat kandidaten zich voorstellen om daarvoor een keuze te maken. Je gaat niet vooruit. Voor die vrouwenhype? Als er niets anders gebeurt en een keuze wordt gemaakt, ik zou dan te Jannie wel een kans durven willen geven hoor. I don't know. Ben je het met me eens als ik zeg van eigenlijk is dat ook alles? De NDP kan wie anders? Dan is het probleem toch? Kan je dat niet? Kan je wel hidden talenten? Of Adil, één of die twee? Kan je wel hidden talenten in Osabi toch? Dan moet ik gewoon doorzetten. Dan moet ik gewoon doorzetten. Nee, dus meneer Karina is dat maar. I need some more development. Het is niet eenvoudig om zo'n grote partij te leiden. Natuurlijk heb je de structuren. Je hebt mensen daar die je gaan ondersteunen. Maar ik persoonlijk denk ik dat ik nog wel wat
wat bij kan leren. Ja. Het is een grote organisatie en is makkelijk zijn voor studeren van die organisatie. Oké, okay, Sergio Akimboto, het was nice talking to you. Ja. We kijken uit wat het wordt. Uiteindelijk zal het duidelijk worden, want... oeps. En dan valt mijn microfoon, kan je voorstellen. dan moet ik het maar zo even doen, dan moet ik die microfoon maar in mijn hand houden. Ik ben er wel, oké. Okay. Even schroeven terwijl ik praat. Uiteindelijk zal het wel duidelijk worden hoe of wat. Yes. Maar wat zeg je tot de natie tot slot van dit vraaggesprek? Nou, een oproep doen aan de Surinaamse bevolking, vooral nu. De schoolgaande scholen staat bakken. Mensen hebben het vreselijk moeilijk in het land. Je kan je niet voorstellen, je DNA veld, je mythes, maar je tagnaas. Maar basisdingen kunnen mensen niet permitteren en betalen. Maar we kunnen niet opgeven. We kunnen niet opgeven. Ik geloof dat het een fase is waarin we terecht zijn gekomen, waarin we terecht zijn gemanoeuvreerd. Wie dan ook het gedaan heeft, we zitten daarin. We moeten blijven volharden en hard werken. Isabi Salanamang. Nou, een tof vallen weer overkomen, maar we kunnen niet steeds blijven inbuigen en deze samenleving laten boeten en laten betalen voor onkunde en keuzes die worden gemaakt door leiders van het land. Mami Wankara, op bevolking op, taki, en er was ook een discussie online over mensen. En ik kijk er zo tegenaan, als je de opportunity hebt om naar het buitenland te gaan om iets bij te leren of voor educatie voor je kinderen. Hey, ik zou de laatste zijn om te zeggen dat je het niet moet doen. Tik een kans, if ik kies een kans, ik kies all of go. Is ook een bedreiging voor ons, ja, de mensen die wegtrekken. Ja, de meeste mensen trekken weg. If ik kies een kans, dwing. Maar zij die hier achter blijven, we komen met moeite naar de conditie. We zien dat eens, we zijn ego van Iwani. Midden dag one day out door een turning point bij Amos Motobaka. We hopen en we bidden dat het niet gewelddadig aan toe hoeft te gaan. Maar de druk kwam volg ook toe op een gegeven moment. De man raak en de man doet aan toe. Lolo staan, we horen het cool. En we gaan focus. En op een moment door op je om een keer ook kon in een kondere. Ik geloof niet dat het altijd zo slecht gaat blijven. Maar ik heb tijd met dat mami nog. Ik heb mee morgen toe met mijn Akimoto. Als het moeilijk zo dan dat mee. Als het moeilijk zo dan dat dat mee. Inderdaad. Ik zeg dat je want of uno, de moor, want of uno, de wel. Maar belangrijk is dat hij like, volgt. Ik kan alles aan, ik kan alles aan je rijkdom, ik kan alles goed doen. Maar als het zijn om je lab hoop. En met Bribi ook toe vanuit de positie dat hij. Salana abgado van Olu. Zoek gado feestje vaak je pak onder de zoek om orofara. En dat was ik weer molees van toe app. Iemand zegt eindelijk. Hij eindelijk een eerlijke NDP'er. Trouwens, deze man heeft altijd bij vergaderingen van de NDP geroepen om, zoals beloofd en volgens de programma's het land te leiden en gewaarschuwd voor corruptie, nepotisme en vooral de arrogantie die aan de dag gelegd werd de laatste jaren. Hij is echt een oprechte Surinamer en heeft dus ook aangegeven, volgens de geschiedenis, dat het land, dat de NDP het land altijd financieel-economisch te gronden brengt. Verder zie je ook dat ze de bende weigeren op te ruimen. Je kunt inkomen waar hoor. Ik ga door. Sergio, zelfs God weet zich hier raad met Suriname. Akimboto voor president. Integer, volksjongen, vakbekwaam en deskundig. Waar zijn we hier? We horen altijd als iemand van een politieke partij heen gegaan is, dat hij of zij voor alle Surinamers zeer goed is geweest. Dat horen we tig jaren. Als dat zo is, zou betekenen dat wij alle Surinamers miljonair zijn geworden. Maar waarom leven als Surinamers dan in armoede? We moeten niet liegen en zeker niet de assemblee. Waarom belazeren ze ons weer met zulke boodschappen of vertellen ze dat deze boodschappen stoplugenaars zijn? Is iemand van DNA dood? Hebben al deze mensen die ons miljonairs zijn, ja, waarom is dan armoede in het land? Oké.
Ik lees hier. U heeft de heer Aki Botto niet gevraagd naar zijn analyse over de afgelopen verkiezingen. Hmm. Eigenlijk wel, toch? Ja. Wel, amen ben je toch? Ja. De afgelopen verkiezingen. De afgelopen verkiezingen? Ja, de afgelopen, ja. Ja, dus het vuilig heeft duidelijk NDP. Of, wie ik laat maar zeggen, ja, het is ook niet helemaal waar, want 16 zetels aan de weinig. Ja, tweede plaats. In principe komt erop neer dat de NDP en de VHP moeten samenwerken. Dat moet je verstaan uit zijn afvallen betekken. Maar natuurlijk zijn er andere dingen die daarbij komen kijken. En dat is niet zo geweest. Ook dat gaat spelen de komende verkiezing. NDP ook is een aantal zetels, maar kan sowieso. VHP ook last van toezetel. Ik weet niet hoe ABOP gaat gebeuren met ABOP. Maar ik denk dat wanneer het volk heeft uitgewezen dat dit aantal zetels die we aan jullie geven... Dat om zoek voor, als je allemaal konden, dan moet Marokko samen voor ontwikkelen konden. En ja, je kan bij voorhand aangeven van, nou, je Marokko samen met 28 zetel, maar uiteindelijk daar volle Giza geeft. Dan om zo bang je. En Marokko dan gaat dat in. Oké, okay, dan gaan we door. Maar waarom vraag aan, maar Limbo vraag aan Sergio, waarom hij dan niet in staat is of wil zijn om veranderingen, zoals je die ziet, door te voeren binnen de NDP? Kijk, van de andere kant, je kan natuurlijk als persoon, individu een idee hebben. Maar jij kan het niet alleen doen. Je moet toch wel mensen hebben, medestanders hebben, voldoende mensen hebben, draagvlak om dat uit te voeren. En ik zeg niet dat dat niet het geval is in NDP, maar alleen is het nog niet zover. Als het moet komen, zal het komen. Limbo, ik ben het niet eens. Limbo, ik ben het niet eens. Als je zegt, aangezien het jouw mening is, dat er op twee mensen na geen andere opvolgers verboden zijn. Er zijn genoeg mensen binnen de partij, maar er wordt bewust maar over twee gesproken. En dat geeft een verkeerd, vertekend beeld. Misschien moet u zes van me noemen. Kijk, het is moeilijk om namen te noemen. Het zou beter zijn. En daar ondersteun ik ook zeker wel. En ik begrijp, je wil niet zomaar de partij uit de hand geven. Maar binnen die organisatie, een aantal personen die waarvan je denkt dat ze gevormd kunnen worden als leider. Die gelegenheid geven om inderdaad op basis van een profielschet aan de beurt te komen. Om daarin te groeien. Ja, kan je die vraag nogmaals? Je was niet in de uitzending. Oké. Sorry. Ja. Nee, ik denk dat het belangrijk is om inderdaad meerdere mensen te identificeren die potentieel zijn om de partij te leiden. En ik blijf erbij en dat nam je idee dat op basis van een profielschet dat de mensen worden voorgedragen en dat wordt keuze wordt gemaakt. Kijk, toen de partij is opgericht met de huidige voorzitter en de exponenten die daartoe in de gelegenheid waren om dat te vormen en het heeft gewerkt. We kunnen zeggen dat het niet gewerkt heeft dat Boutersen de partij zo lang heeft geleid, dat heeft zijn voordelen gehad. Maar nu naar de andere fase, de next level, dat je dat open zou kunnen gooien. Natuurlijk los van de mensen die daar zijn, klaar zijn om voorgedragen te worden. Dat dan duidelijk provinciale keuze wordt gemaakt voor de leider, opvolger van de partij. Oké, dan gaan we verder. Kan Sergio wat vertellen over de schadeloosstelling van de slachtoffers van de overstroming in Brokopondo? Nou, daar ben ik niet op de hoogte. Nee. Oké, dan gaan we dan verder. Big up Sergio. Geen vrouw als Pres AUB. Why not? Even hoor, ik moet even zoeken. De rapporten van IMF en IDB van 2019 zijn duidelijk. Dus dat de NDP altijd heeft gerommeld met staatsfinanciën, klopt niet. Oké. Ja, dat rommel is waarschijnlijk een zwaar woord, maar keuzes die zijn gemaakt. En ze hebben resultaat. En ja, kan dat maar meer informatie worden dan mee. Wat ik wel vind dat het beter of anders kan. En elke organisatie, elke regering heeft zwaktheden en sterke kanten. En als dat onze zwakheden is, dan moeten we bewust eraan werken. Het is niet dat het iets is dat we voor moeten wegrennen en blijven ontkennen. Goedemiddag, Sergio neelt dit. Deze leiders als hem hebben we niet nodig om het land uit de malaise te halen. Duidelijke ontwikkelingsvisie, big up. Groeten uit de UK. Limbo, kan je de heer Akim Botto vragen
als hij inmiddels integer is geworden. En of Akinki Fisi Nanga e Ati. Hij is even onethisch als vele politici. Sorry. Ik heb onder hem gewerkt bij Grasalco. Ik ken zijn handel en wandel. Yeah. Hij is een van de beste. Oké. De politie persoon kent u? Ja, kan. Ik kan hem doen als Masabi zijn beheerder als maat kan. Maar voor zover ik weet, hoeft niemand me te vervolgen en te achtervolgen. Oké. Okay. Wat is dit? Dit is een... Dit is van Rashley. Maar Rashley is al weg, dus dan ga ik dit van Akin Botto lezen. Mijn keus is en blijft NDP. Met Akin Botto erbij en Simons als presidentskandidaat is de winst wat mij betreft binnen. De partij kent nog meer leden hoor, die het bijzonder goed zouden doen in de Nationale Assemblée. Meneer Limbo, geloof me. Om Abrahams verlaten ze de NDP. Zegt iemand. Ja, kijk, mensen hebben een mening daarover. Abraham heeft zijn bijdrage geleverd aan de partij waar de partij nu staat. We kunnen niet blijven beuken en aangeven dat om Abraham zijn partij wordt verlaten. Ik bedoel, als er betere mensen zijn, join een partij nog, zodat Abraham het werk niet meer hoeft te doen. Toch? Maar als allemaal het naar ik hoorde dat Abraham het niet doet en noem maar op. Dan heb je nog dat deze steeds weer iedere keer wat herhaalt. En ik snap enigszins wat mensen bedoelen. Maar ja, dan moet de partij daarmee dealen. We moeten gewoon eerlijk zijn en toegeven dat we door leugens zijn, zoals slim stemmen, ja. Hebben gestemd. NDP heeft bewezen dat ze door de triple crisis in het land leefbaar konden houden. Met de grote olieinkomsten hebben ze visie om het land beter te ontwikkelen. Mooie afspraken met wat doe je als je het land in een triple crisis geraakt. Blijf je vasthouden afspraken die... Zogenaamd financieel beleid, maar bar slecht sociaal beleid, NPS, debet. Ja. Okay, ik kan ook niet alles lezen, dus ik moet me een beetje haasten nu. Kijk naar... Ja, maar die mensen schrijven soms... ik kan niet alles soms ontcijferen, hoor. Ja, hoor, Akin Botto en mevrouw Simons. Moeten trekkers zijn van de NDP. Ik scroll naar beneden. Heel mooi idee van Akin Botto, maar dan moet je een goed onafhankelijke OM hebben. Goede onafhankelijke OM hebben. Lembo Yeshi. Sameshi. Yeshi Takiri, organisatie voor NDP. Musmik Eksi. Ja. Onderzoek zo van de Smasang. Nomo NDP na NPS. Nomo Soroko Sama Gisanang. Deze is Refe Taki. En Kumbat Tiberi na Grunjari. Middag Sergio, je bent lid van NDP, liever blijf rustig daar, arme schat. Over André, Pocky sprak net wel het tegenovergestelde bij Gerald. Over André kon ze niet veel kwijt, maar van Sergio was ze wel enthousiast. Zoals bij DTV, en weet zeker dat je naar de NPS gaat. Oké. Okay. Huh? Dat is nieuws. Dat is nieuws. Oké. Hoe is Grasalco nu onder deze regering? Weet hij dat? Limbo, goedemiddag. Blij deze jonge man na lange tijd te horen. Wanneer breng je Misikaba? Hij is te lang stil geweest. Akin Botto, de toekomstige president van Suriname. Lim, er is een grote brand nu gaande te zorgen en hoop, zegt Stanga. Als je veel kids hebt, moet je slim schoon school inkopen doen. Ik heb ook kids, schriften, kafpapier, papa. Oké, dat ga ik een ander moment lezen. De laatste berichten. Sergio, NDP verlaten.
wordt een misberekening. Denk Sergio, de partij is, denk meneer Sergio, de partij, dat de partij in staat is de verandering te brengen waar hij over heeft. Je hebt willen en je hebt kunnen. Cliff vraagt aan Sergio hoe hij staat tegenover dat van de bezittingen, het aangeven van je bezittingen. Hoe kan die man naar een partij gaan die het volk heeft helpen, Pina? Als hij bij deze partij gaat, geloof me, hij breekt zichzelf. Dank je, Joachim Botte, voor jouw mening over Abrahams gedoe. Want men voedt dat ding steeds bij elke gelegenheid. Zonder een gedegen onderbouw. Deze rapporten kunt u voor Joachim Botte appen. Ze zijn duidelijk. En de grondstoffen, wereldcrisis die we hadden in 2015, 2016... Limburg, de afgelopen verkiezingen van 2020 had de bevolking gekozen of gestemd voor een coalitiecombinatie NDP-VAP. Maar door hoogmoedigheid, haat en machtszucht van de VAP is het niet gebeurd en zie daar het resultaat. Mensen, helaas, ik kan niet meer lezen. Alle andere dingen zal ik later lezen. Ik heb nog een op de valreep eentje. Meneer Joachim Botte mag deskundig zijn en alles wat erbij hoort, maar nu moet hij wel zeggen waar hij staat, anders lijkt het erop alsof hij zit te speculeren. Oké, Sergio, we moeten eruit. Het is al bijna 16:30. Yes, man. Je mag reageren op een paar van die dingen. Ja, wat om te reageren? Ik moet bekend maken waar ik sta. Het komt wel. Het komt wel. In ieder geval sta ik voor Suriname. En die bijdrage wil ik blijven leveren. Mijn takje lemboe van mij. Geen one job voegen voor uit dat mijn ogen. Daar niet van. Maar op de eerste plaats voel ik me geroepen om een bijdrage te leveren. Op welk niveau dan ook in het land. Dus sowieso dat is geen twijfel daarover. Met betrekking tot... Krasal Kotori, ik heb de laatste tijden me niet zozeer meer bezig gehouden met het bedrijf. Jeroen Toussaint nu wel, maar dat laat ik aan de huidige leiding over. We hebben die verantwoordelijkheid. Ik zou weinig eraan kunnen doen nu op dit moment. Ook al zou er iets blijken dat verkeerd gaat, wie is mijn schrijf, wie is mijn takkie. Het zijn de mannen die aan zet zijn om leiding te geven aan het bedrijf. Natuurlijk kijken we het iets waarin ik bijdrage heb geleverd. Je hoopte en verwachtte dat het verder zou uitgroeien. Het kan dat het in ontwikkeling is. Nogmaals, ik heb niet zoveel informatie daarover. Met betrekking tot de keuze van IMF, iemand had die opmerking daarover. Ik denk dat we allemaal over eens zijn dat vroeg of laat zouden we een stap moeten maken om hieruit te komen. Maar nog steeds heb jij als regering, als leider van het land, te bepalen hoe die uitvoering van het plan, het programma van IMF eruit moet zien. Ik denk sowieso wel, wanneer het erop aankomt, om maatregelen te treffen, om te bezuinigen en maatregelen te treffen voor bepaalde verhogingen, dat zou moeten gebeuren op termijn, om de eerlijk na te vallen. Ik denk dat het volk het niet eens zo erg zou vinden, wanneer die verhogingen zouden komen, en dat goed zou worden gecommuniceerd naar de mensen. En dat de regering ook laat zien dat ze hun bijdrage leveren. En dat de mensen niet het gevoel krijgen dat zij moeten inleveren. Maar politici dan zichzelf verregen. Dat het wel goed zou werken. Want op een gegeven moment, Jabif Taibere, Jabif lever in. Maar aan lever in, dan moeten ze het gewoon van volgen. En dat is wat nu gebeurt. Een volle gewoon in viering. Een volle gewoon in lever in. En waardoor er geen enkel vorm van begrip is voor wat er gedaan wordt. Terwijl het volk hier roept, IMF heeft mijn compliment naar de regering hoe ze stappen voor mij. Het kan waar zijn. Het kan waar zijn dat ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Maatregelen getroffen zijn. Maar het vertaalt zich niet te positief naar die bevolking. Het wordt met de dag erger. En dat is het gedeelte waar je als leider voor moet waken en zorg dragen dat je bevolking niet ten koste van een programma, van een plan,
onder gaan leiden, omdat je zodanig gefaciliteerd wilt worden. Die leningcellen dat vrij is gekomen, waar iedereen een hoera stemming over heeft. Wat is de besteding daarvan? Wie weet waar het geld voor wordt aangewend? Ja, ondersteuning, begroting voor een deel. Wat voor ondersteuning aan de begroting? Waar komt het terecht? Hoe zit het eruit? Plus alleen maar projecten konden bij het DNA gebouw moest verbouwen. Alles wat zijn hier konden bij. En zo zijn dat ik bij het jaar 10 jaar gewoon en afvoegaf verico in dat oorlog. Oké, Sergio, dankjewel. Veel succes houden op de hoogte voor het betreft je moves. Ja man. En als het in het belang is van de ontwikkeling van het land. Go ahead. Absoluut. Veel succes, dankjewel. Dankjewel voor het platform.